Voorzitter, dankjewel. Ik kreeg vanochtend een berichtje van iemand die mij nabij is dat hij gisteren zijn vader heeft verloren door corona. En ik noem dat hier omdat die dagstatistieken, daar zitten allemaal verhalen achter, allemaal mensen die er anders nog geweest waren. Dus ik wil hem, maar ook iedereen die nu met die ziekte geconfronteerd wordt, heel veel sterkte wensen in een hele moeilijke tijd. Voorzitter, des te groter is mijn dank in de richting van iedereen die Jesse Klaver zei dat terecht, soms met persoonlijke moed doorwerkt, risico's neemt om ons te beschermen. Die dank gaat ook uit naar de mensen die in vak K de crisis bestrijden. En in dit geval wil ik Bruno Bruins noemen, die heeft moeten aftreden omdat hij onder de crisislast bezweek. Voorzitter, des te belangrijker is het dat we wel als parlement onze rol spelen om kritisch en scherp ook een crisiskabinet te bevragen. En dat is wel nodig als je ziet waar we nu staan. Ik sluit me aan bij de vraag van Lilian Marijnissen, fijn dat u er weer bent, over de beschermingsmiddelen. Ik vind de brief daarover toch nog te veel open laten. Er wordt beschreven dat er schaarste is, maar dat wisten we een week geleden, wisten we 2 weken geleden, wisten we 3 weken geleden. Ik wil nu van het kabinet horen welke middelen worden ingezet om zelf in Nederland de beschermingsmiddelen te produceren, om te zorgen dat op zijn minst de mensen in de eerste lijn zorg, de huisartsen, veilig hun werk kunnen doen. 2, testcapaciteit. Niet voor niets vroeg ik aan de VVD of men nu bereid is ook ten opzichte van de grote farmaceutische bedrijven dwangmiddelen in te zetten. Als er ooit een moment was dat het algemene belang van de volksgezondheid moest gelden boven het belang van de markt, dan is het nu. Dus het feit dat wij minder testen dan sommige andere landen, het feit dat we in ons eigen land grote verschillen zien in de testcapaciteit, moet niet leiden tot een beschrijving van de situatie zoals die er is, schaars op de wereldmarkt, maar tot ingrijpen van het kabinet. Dus ik vraag het kabinet de toezegging dat alle middelen worden ingezet, daaronder begrepen dwanglicentie op bevel van de minister van Economische Zaken, om te zorgen dat we in Nederland kunnen testen. Want dit gaat maanden duren en willen we daar op een verantwoorde manier ook uitkomen, dan zul je moeten beschikken over testcapaciteit van het zorgpersoneel en van mensen daarbuiten. 3, de intensive care capaciteit. 2 weken geleden dat de motie van de heer Wilders en mij is aangenomen om alles te doen om die capaciteit uit te breiden. Gisteren hoorden we Diederik Gommers in een buitengewoon alarmerende antwoord op de vraag aangeven: we hebben de capaciteit nu niet en als er meer nodig is, dan kan het Nederlands zorgstelsel dat niet aan. Ik vraag de minister om scenario's voor als dat zich onverhoopt voordoet, want de piek wordt verwacht en er is geen zekerheid dat we dan genoeg hebben. Dus ja, wat voor extra ziekenhuiscapaciteit, wat voor extra zorgcapaciteit, wat voor extra revalidatiecapaciteit en wat voor extra intensive care capaciteit wordt er nu geregeld? Opnieuw, niet een behoefte aan de beschrijving van de situatie op de wereldmarkt. Ik begrijp en ik respecteer hoe lastig het is voor dit kabinet om daarin te opereren, maar er is nu wel meer nodig. 4, communicatie. Het is genoemd, Rob Jetten was daar scherp over naar aanleiding van de persconferentie afgelopen maanden. Dat heeft ertoe geleid dat massaal mensen activiteiten zijn gaan opschorten en afzeggen om de dag daarna te horen: nee, het ging om vergunningsplichtige evenementen. Dat is niet het verduidelijken van de detail, dat is een blunder. En dat kan gebeuren, want waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar wat ik wel aan het kabinet vraag, is bij de eerstvolgende mededeling, en we begrepen dat er morgen mededelingen komen over de scholen, enorm van belang, enorme impact op ouders, op kinderen, op het onderwijs, om voordat je naar buiten gaat je de vraag te stellen: leg ik nu goed uit wat ik van mensen verwacht? Hebben we doordacht tot wanneer de maatregelen gelden? En ben je ook bereid uit te leggen waarom maatregelen tot een bepaald moment gelden? Want mijn indruk is, sommigen van u weten dat ik een Amsterdammer ben, niet bekend als de meest gezagsgetrouwe stad, dat heel veel Nederlanders juist hun uiterste best doen en bereid zijn om te helpen, inderdaad met een grote boog om elkaar heen lopen en klaarstaan om de instructies op te volgen. Dus de vraag is veel meer bij het kabinet: wees helder wat je van ons Nederlanders verwacht. Dan zullen we met elkaar deze afschuwelijke crisis overwinnen. Dank u wel.